Hoi, ik ben Anne en ik schrijf gedichten. En dat doe ik soms binnen en soms buiten. Maar op een dag vroeg het museum Beelden aan Zee aan mij: wil jij een gedicht schrijven over een beeld in de stad? Nou, ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat in de stad overal mooie beelden zijn. En het museum was al een tijdje dicht, maar ze wilden toch iets moois doen voor mensen. En ze laten kijken naar beelden en dit was een beeld dat ik heb gevonden. En ik vond het zo mooi. Het is van Auke de Vries en het heet Chapeau. Dat is in het Nederlands gefeliciteerd. En zie je daar op de voorgrond die boom met die hartjes. Ik dacht meteen aan de liefde. Ik dacht, ik ga een gedicht over de liefde schrijven. En ik kijk naar dat beeld. Wat zou er dan gebeuren? Ken je de hoedjes aan de bomen? De gekleurde hoedjes die uit de takken stromen. Die bungelen aan armen van staal. Je weet wel, de hoedjes aan de bomen die voor altijd van hoofden dromen. Om op te landen als een vogel op een paal. Die hoedjes. Ik wou dat wij dat waren. Met z'n tweeën. Allemaal. Kijk, hier staat het gedicht. Nou, daar zie je de naam van de man die dit beeld heeft gemaakt. Auke de Vries. En ik maak hem even. Of ik draai hem even om. Dan zie je ook een hele mooie tekening van Yara Franken. Die kan prachtige tekeningen maken. Die is ook op de fiets, net als ik, door de stad gegaan om beelden te tekenen. En dit is dus in de brievenbus gegaan bij mensen in heel Den Haag. Nou, hoe doe je dat nou zelf? Hoe maak je nou zelf een mooie tekst, een verhaal, een gedicht bij een beeld in Den Haag? Allereerst heb je natuurlijk je fiets nodig. Of je benen, je kan ook lopen. Je kan rond gaan kijken of je een mooi beeld ziet. Een beeld waar je blij van wordt. Een beeld waar je nieuwsgierig naar raakt. Een beeld waar jij een verhaal in ziet. Je neemt een pen en papier mee en je gaat kijken wat er in je opkomt. Nou, je kan allerlei beelden kiezen. Deze bijvoorbeeld. Of deze. Schrijven is altijd goede vragen stellen. Dus je kan bijvoorbeeld je afvragen, wat zie je eigenlijk als je naar het beeld kijkt? Iedereen ziet weer iets anders in hetzelfde beeld. En stel dat het beeld zou bewegen, wat gebeurt er dan? Misschien dat beeld waar ik net naast zat op dat bankje, misschien begint dat wel te dansen. Of komt er iemand bij en gaan ze samen dansen? Dat heb ik dan net bedacht en als ik dat opschrijf, dan gebeurt er wat spannends. Of welke gedachten komen bij je op als je naar het beeld kijkt? Ik ben tegelijk aan het filmen en aan het schrijven, dus ik moet even opletten. Welke gedachten komen bij je op? Want dat is heel belangrijk. Jouw gedachten, dat is waar schrijven om draait.